Hartelijk welkom bij de Computer ID podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Gamble en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. We houden weer een winactie. Je kan weer een prijs winnen. We geven 2 maal een cursus weg uit de Tech Academy. En dat is een cursus naar keuze. Nou, het aanbod is inmiddels zo uitgebreid, keuze zat. Bijvoorbeeld een bundel programmeren, €59,95 kost die, kun je kiezen. Of heel actueel, en dat gaat zijn geld zeker terug verdienen, een cursus automatisch energie besparen. Dus hoe je met automatisering van je huis behoorlijk op je energierekening kunt besparen. Nou, die cursus kost €39,95, daar kun je ook uit kiezen. Dus het is helemaal up to you. Er zijn inmiddels tientallen cursussen om uit te kiezen. Blijf vooral luisteren en verderop in deze podcast vertellen we je precies hoe je kan deelnemen en in aanmerking kan komen om die prijzen te winnen. Rens, morgen komt er een event van Samsung en zij gaan de populairste telefoonserie een update geven, had ik begrepen. Ja, Martijn, dat klopt helemaal. Goed om te weten voor de luisteraar, wij nemen dit op woensdagmiddag op en op donderdagmiddag heeft Samsung dus een evenement, digitaal, via YouTube. En naar verwachting maken ze op dat evenement bekend welke nieuwe telefoon zij hier ook in Nederland gaan uitbrengen. En wij rekenen in ieder geval op de Samsung Galaxy A33, een goedkoper toestel, en op de Galaxy A53, een midrange toestel qua prijs. Misschien komt er ook nog een Galaxy A73, dat is eigenlijk een grotere versie van die A53. Maar ja, op het moment dat wij dit opnemen, zijn die toestellen nog niet officieel aangekondigd en is het dus nog niet helemaal duidelijk of die A73 er ook komt. De ene bron zegt van wel, de andere bron zegt van niet. Dus het lijkt me in ieder geval handig, als je tegen de tijd dat je dit luistert, donderdagmiddag of daarna, dat je even op onze website kijkt, computerid.nl, want wij schrijven natuurlijk een uitgebreid artikel als die telefoons officieel zijn aangekondigd, wanneer ze in Nederland te koop zijn, wat ze gaan kosten. Maar interessant om te weten is dat de Galaxy A-reeks van Samsung echt veruit de populairste smartphone-serie van Samsung is. Ik zag van de week nog een bericht dat 2/3 van Samsung smartphone verkopen, die waren vorig jaar dus Galaxy A-modellen. Die zijn veel populairder dan al die dure toestellen. Mensen kiezen toch voor wat betaalbare modellen. Ja, Samsung staat wel onbekend dat ze natuurlijk vrije dure toestellen hebben. Maar zo'n A-serie is natuurlijk wel aantrekkelijk voor mensen die aan een nieuw toestel toe zijn. Ja, en ik neem aan dat Samsung ook lange update-garanties heeft. Ja, absoluut. Samsung hoort bij de Android-fabrikanten die echt wat langste update-beleid garandeert. 3-4 jaar hangt een beetje van het toestel af. Heb je het over 3 jaar versie-updates en 4 jaar beveiligings-updates. Nou, nu bij de Galaxy S22-serie die vorige maand gepresenteerd is, zagen we dat dat zelfs is opgerekt naar 5 jaar updates. Maar persoonlijk verwacht ik niet dat ze dat ook voor deze toestellen gaan doen, omdat deze toch echt wel een stuk goedkoper worden. Ik verwacht tussen de €250 en €450. Ja. Dus behalve specificaties is updatebeleid tegenwoordig ook een marketinginstrument. Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja. Bij de ene fabrikant wel meer dan bij de andere. Maar je merkt dat Samsung daar heel erg op inzet. En dat is natuurlijk voor jou als gebruiker ook fijn. Want hoe langer je telefoon updates krijgt, des te langer kun je hem gebruiken. En als je hem na een paar jaar zelf gebruik weer door wil verkopen of door wil geven aan een familielid of op marktplaats wil gaan zetten, ja, dan weet je in ieder geval dat het toestel nog een tijdje mee kan. Ja, precies. Ja. Dus, is er nog echt zo weinig bekend dat je er niet over durft te speculeren? Of weet jij meer, Rens? Nou ja, we weten meer. Er zijn best wel wat afbeeldingen gelekt. En die geven vooral aan dat het toestel, de A53 heb ik er dan over, dat hij heel veel lijkt op zijn voorganger. Dus in dat opzicht niet heel spectaculair. Hij is ook weer waterdicht. De processor is natuurlijk iets sneller dan de vorige. Er zit misschien een wat grotere accu in, waardoor hij nog langer meegaat. Het gaat weer om zo'n mooi OLED-scherm met een scherpe Full HD-resolutie. Ja, ik vind die specificaties niet zo heel erg spannend. Het maakt vooral duidelijk dat die Galaxy A-toestellen gewoon goed voorzien zijn qua hardware. Een degelijke software hebben en mede daarom onwaarschijnlijk zeker wel weer een verkoophit zullen worden hier. Ja. Nou, kijk aan. We volgen het en zoals gezegd, het evenement begint om 3 uur. Dus vanaf 1 uur of 4 kun je dat op onze website verwachten. Mooi. Tussen 3 en 4 toch wel. Dus houd de website computerid.nl goed in de gaten. Mark, jij had een artikel gevonden over het structureren van je e-mailbox. Ja, dat is natuurlijk het voordeel als je op de redactie werkt. Je kunt alvast kijken in de artikelen die we gaan publiceren. Nummer 9, een heel handig artikel. Ik bedoel, ik krijg natuurlijk dagelijks ontzettend veel mail binnen. En we hebben nu een artikel gemaakt over hoe je je mail kunt indelen in je inbox. Zorg dat je alles een beetje up-to-date hebt. Hoe je met je spam omgaat, hoe je het helpt op te ruimen, hoe je het kan categoriseren.
En dat is vooral voor Gmail als Outlook. En dat zijn natuurlijk allebei de meest gebruikte webmailplatforms. Ja. Dus ik was er echt van over te spreken. Er komen altijd dingen tegen die altijd heel interessant zijn. En ook ik leer zelfs ook af en toe dingen bij. Dus echt? Ga het lezen. Nee, ja, zelfs ik nog. Ja, ik gebruik bijvoorbeeld een trucje. Nou, een trucje. Dat is al een oud hulpmiddel. Om alles waarin ik in de CC sta. Dus daar zit niet meestal een actie voor mij aangekoppeld. Ja. Dat gaat naar een mapje CC. Ja. En dat lees ik één keer per dag. Aan het eind van de dag van, oké, is er nog iets wat ik echt moet weten? Ja. Dat spaart een hele hoop, dat scheelt ruis en spaart een heleboel tijd uit. Dus dit soort tips ben ik gek op. Dus ja. Ik ga het ook zeker lezen. Nou, ik heb zelf ook in het blad wat zitten bladeren. En binnenkort komt er een artikel over netwerkbeheer. En meer specifiek het scannen en in de gaten houden van je netwerk. Nu die netwerken steeds groter worden met steeds meer gekoppelde apparaten. Dus denk aan desktop-pc's, laptops, smartphones, slimme apparaten. Uiteraard je router, maar ook de printer, NAS, IP-camera. Dat lijstje wordt steeds langer. En als je dat gewoon lekker laat gaan, dan heb je kans dat er dingen misgaan zonder dat je het in de gaten hebt. En soms langere tijd. Of er zit iemand op waarvan je helemaal niet weet dat hij erop zat. Ja. Dus het kan met zo'n groter groeiend netwerk helemaal geen kwaad om daar iets meer bovenop te zitten. Dit artikel gaat over tools die je daarbij kunnen helpen. Hè, zonder dat je dagelijks hoeft te kijken of alles nog goed gaat, melden die zich op het moment dat er iets niet goed gaat. Eigenlijk precies wat je wil. Ja. Je kunt alarmen instellen, je kunt een mailtje ontvangen als er iets afwijkt van normaal. Het gaat van heel simpel tot semi-professioneel en zelfs een professionele tool die je kan gebruiken. Waarmee je eigenlijk gewoon systeembeheerder van je eigen thuisnetwerk wordt. Dus nou ja, ga het vooral lezen. Het komt eraan ook in Computer in 9. Ja. Rens, je had een Acer Aspire gereviewd. Dat is een duurzame laptop. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou Martijn, dan moet je denken aan een laptop die eigenlijk gemaakt is om het milieu wat meer te sparen. De woord zegt het al, duurzaam. Acer die geeft aan dat laptops nou niet heel erg duurzaam zijn. Hè. Veel laptops zijn natuurlijk gemaakt dat ze eigenlijk moeilijk uit elkaar te halen zijn. Er komt CO2 vrij bij de productie van laptops, bij het vervoer van laptops, bij de recycling voor zover mogelijk daarvan. Dus Acer die heeft dus gekeken hoe kunnen we dat proces allemaal gaan verduurzamen. En die zijn bij de Acer Aspire Vero en dan AV15-51 uitgekomen. Zo, wat is een mooi woord. Ja, is een naam die je snel kan vergeten, want er staat gewoon in Computer ID nummer 9 de volledige review. Maar voor wie interesse heeft, licht ik graag een tipje van de sluier op. Deze laptop is namelijk gemaakt van tientallen procenten gerecycled plastic. En dat is niet alleen natuurlijk goed voor het milieu, maar het ziet er ook wel grappig uit. Die laptop die heeft wat spikkeltjes, dus daar herken je het ook echt aan dat het niet een glanzend nieuw product in dat opzicht is. Uiteraard is de laptop zelf wel helemaal nieuw. Wat heel interessant is, vind ik, is dat Acer standaard schroeven gebruikt. Waardoor je de laptop best wel makkelijk uit elkaar kan halen en ook zelf een aantal onderdelen kan vervangen. En dat, nou ja, goed, kijk naar laptops van verschillende concurrenten, daar kun je helemaal niks aan vervangen. Dus dat is interessant. En ja, verder qua specificaties zijn er twee modellen te koop. Wij hebben het model getest van €1000. Die heeft een goede Intel Core i7 processor. 16 gigabyte werkgeheugen, de accu die gaat 8 uur mee, die laadt op via een USB-C poort. Laptop heeft een 15,6 inch scherm met een mooie Full HD resolutie, dus die specificaties zijn best wel gebruikelijk. Dan tot slot de software, die is wel grappig. Laptop draait uiteraard op Windows 11 en die heeft ook speciale VeroSense software van Acer. En daar is optioneel, kun je zelf aangeven of je die wel of niet wil gebruiken. En als je dat doet, kun je dus bijvoorbeeld instellen dat de accu bij het opladen niet tot 100% oplaadt, maar tot 80%. Want dat heeft als gevolg dus dat die accu niet helemaal vol is, maar daardoor ook wat minder slijt. Ik zie Marco knikken. Ja. Vanuit de techwereld weten wij, als je een accu tussen de 20 en 80% houdt, is dat beter voor de levensduur. In plaats van dat je hem tot helemaal tot 100 laat en weer naar beneden laat gaan. Daar heb ik wel verschillende verhalen over gehoord. Kijk, dat ontladen tot onder de 20%, daar is wel consensus over. Maar Apple bijvoorbeeld heeft op zijn website heel duidelijk staan waarom kunnen we tot 100%. Omdat we boven de 80% op druppellading overgaan. Dus hun advies is, laat gewoon door tot 100%. Kan geen kwaad. Ongetwijfeld. Ja, Acer pakt er dus wat anders aan. Standaard laat hij ook gewoon tot 100% op. Maar je kan dus instellen dat je het tot 80 wil. Dus nou ja, de keuze, hè, keuze is reuze, zoals ik het goed. En ik zou zeggen, wie de volledige review wil lezen, die kan terecht bij Computer ID nummer 9. En lijkt dat dan qua concept een beetje op die Fairphone? Nou, ja, de Fairphone. Ja, voor wie het niet kent, Fairphone is een duurzame Nederlandse smartphonemaker. En die telefoon die kun je echt helemaal uit elkaar halen. Dat is met deze laptop niet het geval.
Dit blijft toch wel wat meer beperkt. Maar de richting is er wel. En ik denk zeker in vergelijking met veel andere laptopmakers doet Acer het nu echt wel wat op een andere manier met deze laptop. Er zijn natuurlijk ook genoeg Acer-laptops te koop die traditioneel zijn. Ja, dus in ieder geval een stap gezet. Ja, het gaat in ieder geval in de richting, in de goede richting met duurzaamheid. En dat zou tijd worden ook. Ja. Mark, verras ons met de vraag van de week. De vraag van de week, ja. Ik kreeg deze keer een mailtje binnen van Ron. Die heeft een oude HP Compaq laptop. Nou ja, goed, HP Compaq bestaat natuurlijk al heel lang niet meer. Die heeft inmiddels Windows 10 draaien en die draait hartstikke goed. En alleen hij vraagt zich af, kan ik de... Hij heeft een recovery partitie en een tools partitie. Dat zijn natuurlijk partities die altijd door de fabrikant worden meegeleverd, zodat je makkelijk je laptop kan herstellen. Maar die laptop is waarschijnlijk al zo oud dat het oorspronkelijke herstelpartitie Windows 7 bevat. Dus daar heeft hij helemaal niks aan. Oh ja. En de stuurprogramma's zullen ook wel achterhaald zijn. Dus hij kan in principe gewoon die twee schijven, die twee partities gewoon verwijderen. En dan heeft hij extra ruimte. Dus dat kan gewoon in het geval. Op een wat oudere schijf, dus ook geen overbodige luxe, nee, denk ik. Nee, daarom. Hij had tussen een schijf van 128 gigabyte. Dus dan kan hij wat extra ruimte besparen. Ja, precies. Dus of in gebruik nemen. In gebruik nemen, ja. Hij kan er nog voor kiezen om die Windows 7 via Windows 8 en 10 up te graden naar Windows 11. Maar dat hadden we de vorige keer besproken. Klopt. Ja. Nou, dan is het moment voor de winactie aangebroken. Dus zoals aan het begin verteld, kunnen luisteraars naar deze podcast kans maken op tweemaal een Tech Academy cursus naar keuze. Wat je daarvoor moet doen is even mailen naar podcast@computeridee.nl en laat ons via een mailtje weten naar welk platform jij naar de podcast luistert. Of in het algemeen naar welke platforms jij het meest podcast luistert. Ja. Sinds gisteren is deze podcast ook op Apple Podcast te beluisteren. Dus die kan je toevoegen aan het rijtje. Maar voor de rest hebben we natuurlijk YouTube, wat is het, Spotify, Anchor. Dus dat is de webinterface. En op de Computer ID homepage. Dus het keuze zat. Maar wij zijn heel benieuwd, waar luister jij nou de meeste podcasts? Ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, ik heb geen idee. Ik heb zelf geen voorkeur. Ik gebruik ook alles door elkaar. Maar misschien dat er een duidelijke trend waar te nemen is. Dus laat het ons weten via podcast@computeridee.nl en maak kans op een cursus, een Tech Academy cursus naar keuze. Als je meedoet aan de winactie, vergeet dan vooral niet om eventjes je adresgegevens in te vullen. Rens, jij hebt ook nog een nieuwtje over de video doorbel Dual. Vertel. Ja, prachtige naam. Ja, dat is een nieuwe video doorbel van Eufy. Eufy is een best wel in Nederland bekende speler van slimme videodeurbellen. Dat zijn dus videodeurbellen die je gewoon aan je kozijn natuurlijk hangt en daarna met een app kan bedienen. Dus dan krijg je een melding als er iemand voor de deur staat. Of je kan hem als beveiligingscamera gebruiken door natuurlijk altijd te zien wat er voor je deur gebeurt. Maar dat kijken naar wat er voor je deur gebeurt is natuurlijk vooral gericht op mensen die langslopen of mensen die echt voor jouw mat staan. Maar wat minder op wat er nou op de grond gebeurt. En wat zie je, eerst in de Verenigde Staten, maar ook steeds meer hier in Nederland, dat pakketjes, als jij niet thuis bent, gewoon op je mat worden gelegd. Ja, en dat is natuurlijk niet heel erg fijn. Ik heb zelf ook wel eens een paar keer gehad dat al dure pakketjes gewoon worden neergelegd. Of in de regen, of gewoon zomaar. En dan denk ik, had ik dat nou maar met die deurbel kunnen zien? Want het is toch een beetje... Gebeurt ook alleen maar bij bepaalde bezorgdiensten doen dat, hè? Sommigen niet, sommigen wel. Heel interessant. Ja. Maar het probleem was dus dat je een blinde vlek eigenlijk hebt. Want de bel kijkt dus naar voren. En nu heeft Eufy dus een nieuwe bel. De naam noemden we net al, de Eufy Video Doorbel Dual. Hij kost €250. En wat krijg je daarvoor? Niet één, maar twee camera's. Want de ene camera zit op de normale plek, naar voren gericht, voor mensen. En aan de onderkant van die bel zit dus nog gewoon een Full HD-camera. En die kijkt dus eigenlijk alleen maar naar de grond. En ik heb mezelf ook ontvangen nu voor een review, die volgt nog. Maar ik had dus meteen even in die app gekeken nadat ik de bel geïnstalleerd heb. Dat kan aan je trafo, maar dat kan ook gewoon draadloos op een accu. En dan zie je dus in die app ook gewoon twee camera's op je schermpje. En als jij dus ziet dat een bezorger van een willekeurige dienst langsloopt bij jou voor de deur en hij gaat zonder pakketje weer weg, hoef je niet meer af te vragen waar het pakketje heen is. Want je kijkt naar beneden en je ziet wel dat hij daar ligt. En het kan natuurlijk als bewijsmateriaal ook heel handig zijn als iemand later jouw pakketje meeneemt. Ja. Maar goed om nog te noemen even bij deze deurbel is dat die met een Homebase Hub komt. En dat is een klein vierkant wit kastje. En dat functioneert zowel voor het signaal eigenlijk van de bel via wifi als voor een gong. Hè? Want er komt dus ook een geluidje uit. En je kan dus ook nog beelden eigenlijk opslaan op die Homebase. Want hij heeft 16 gigabyte ingebouwd geheugen. Dus je bent niet afhankelijk van een abonnement. Je kan wel een abonnement nemen, dan heb je nog wat extra functies, maar dat is dus niet verplicht. Oké. Nou, dat klinkt netjes. Ja. Ja, zeker.
En dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze podcast. Volgende keer gaan we het hebben over digitaal geld, oftewel cryptovaluta. En de vraag die centraal staat in dat artikel is: waarom kun je nog steeds de bakker niet met Bitcoin betalen? Nou, er zijn goede redenen voor, maar er gloort ook licht aan het eind van de tunnel, want er zijn cryptovaluta waarmee dat zeer waarschijnlijk wel gaat lukken in de toekomst. Interessant. Ik ben heel benieuwd, dus daarover de volgende keer meer. Dit was podcast aflevering 8. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.